Welkom iedereen. Ik zit hier vandaag met iemand die helemaal geen introductie behoeft. U heeft hem vaak gezien. Het is een van de meest actieve lieden die al sinds bijna het begin van de COVID-ellende, nu iets meer dan 3 jaar geleden, een belangrijke rol ging spelen. En al heel vlug een soort boegbeeld werd van de oppositiebeweging. En hij, in mijn ogen, is hij altijd een werkelijke, echte persoon van de oppositie gebleven. Dus die werkelijk met verstand en ook samen met zijn goede vriend en juridische medewerker Jeroen Pols heel erg veel hebben gedaan. Ook via de rechterlijke wegen die bestaan in Nederland en die gebruikt moeten worden, goed te doen. En vast te stellen dat onze overheid een dictatoriaal beleid voert. En hij heeft heel erg veel gedaan om iedereen dat duidelijk te maken. Ik ben heel blij dat hij op bezoek is. We gaan praten over heel andere dingen. Ik wil ook van hem dingen horen die ik niet wist, of althans waarvan ik veel minder af wist dan wat hij erover gedaan heeft. Willem, welkom. Ik wil nog wel even iets zeggen over gezond verstand, want wij zijn geen videokanaal. De laatste tijd, sommige mensen die hebben de indruk gekregen dat we een videokanaal zijn. Dat is niet zo. Wij bestaan niet van donaties, wij bestaan van abonnementen, want we zijn een gedrukt blad. Opzettelijk een gedrukt blad, omdat wat op zwart-wit op papier staat, dat blijft. Dat vervliegt niet in cyberspace, wat wel gebeurt met een heleboel video's. En ook kan je het aan elkaar laten zien, je kan erop terugkomen, je kan ermee studeren. En intussen hebben we, we bestaan nu al wat 2,5 jaar. En ik denk dat alles bij elkaar hebben we over de verschillende onderwerpen die te maken hebben gehad met deze machtsgreep al heel wat gepubliceerd. Wat nuttig is om bij elkaar te nemen en bij elkaar te lezen. Dus nogmaals, wij zijn geholpen met abonnementen. Ik dank u voor uw aandacht en nu Willem. Hoi, dankjewel voor de uitnodiging. Het is een groot genoegen om je hier te hebben. Ik denk dat we met een van wal moeten steken. Want ik hoorde jou over de One Health systeem. En jij vertelde daar dingen die ik niet wist. Althans, aspecten ervan en details daarvan. Ja. Waardoor het nog een veel erger iets is dan ik aanvankelijk had gedacht. Het is in ieder geval een hele duidelijke ideologie. Met aanhangers en je zou kunnen zeggen een hiërarchische structuur die vergelijkbaar is met een kerk, met priesters en afdelingen. En ik denk als mensen snappen waar One Health voor staat en op welke manier het verwoven is met Europese, maar ook Nederlandse wetgeving en geïnfiltreerd is in bijna alle universiteiten en daar een prominente rol speelt, dat dan ook duidelijk wordt hoe al die crisissen met elkaar verbonden zijn. Want natuurlijk, we hebben het al even gehad over het geopolitieke gebeuren, de coup die is gepleegd, de machtsgreep. Maar daar zit dus een bindende factor in. Wat heeft biodiversiteit met stikstof, met CO2, met energie, met economie en met gezondheid te maken? En als je al die dingen bij elkaar veegt, dan komen mensen dan wel bij de SDGs meestal uit, een agenda 2030. Maar waar komt agenda 2030 vandaan? Ja. En ik denk dat het dan heel handig is om te kijken naar de gemeenschappelijke deler. En dan kom je bij One Health uit. En wat One Health eigenlijk is, het is ooit begonnen als een ideologische stroming van voornamelijk dierenartsen. En dan gaan er al bij heel veel mensen alarmbelletjes rinkelen. Ja. Omdat het opvallend is in al die gezondheidsgremia, of het nou de WHO is, of Pfizer zelf met Albert Bourla, die dierenarts is, of
adviseurs. Ab Osterhaus natuurlijk in Nederland. Ja. Maar in Duitsland heb je Wieler. En zo heb je nog over de hele wereld. Is het opvallend dat er zoveel dierenartsen zich met menselijke gezondheid, of eigenlijk moet ik zeggen volksgezondheid, die we kuddegezondheid mogen noemen, dat zal ik dadelijk uitleggen, zich bezighouden. Waarom is dat zo? Nou, die groep, die van wat ik ervan kon vinden, is ergens in de jaren 60 van artsen en dierenartsen bij elkaar gekomen. Zeiden van ja, we moeten dat veel breder trekken, het concept van gezondheid. He, gezondheid lukt pas als wij in balans zijn met de dieren en de natuur om ons heen. En dat is op zich een hele ideële gedachte. En er zit ook heel veel waarheid in. Hè? Dus als je geen goed leefmilieu hebt, dan kan je nog zo goed voor zorgen voor jezelf. Maar als je heel veel luchtvervuiling hebt en herrie, dan heeft het nog steeds impact op je gezondheid. En gaandeweg zijn daar andere krachten bijgekomen. Nou, het Rockefeller Instituut is daar een hele belangrijke van, die daar wel wat in zagen. Die hielden zich natuurlijk al eerder bezig met gezondheid, of in ieder geval hoe je aan gezondheid kan verdienen, via de farmaceutische industrie. En die koppeling van farmaceutische industrie en veehouderij, die is natuurlijk ook al sinds jaar en dag heel sterk aanwezig. Hè. Er wordt ontzettend veel hormonen, antibiotica, vaccinaties, wordt allemaal in die dieren gepropt. Mm. Dus de hele aanpak van hoe hou je kuddes gezond, die werd wel eigenlijk plausibel gezien. Ja. Van, hey, kunnen we dat niet op de mens toepassen? Ja. Maar in wezen, als je kijkt naar wat One Health nu propageert, dus niet hoe het ooit is ontstaan met een soort holistisch beeld van gezondheid, maar wat One Health nu propageert is in de kern een anti-mens denken. Mm-hmm. En dat anti-mens denken gaat erover dat als je de hoofdsymbolen is een driehoekje, een soort drie-eenheid met menselijke gezondheid, dierlijke gezondheid en ecologische gezondheid. Environment of biodiversiteit komen zo op. En dat het interessante is dat het individu in de groep mensen constant het offer moet brengen. He, dus je doet het voor een ander. Dat is helemaal in dat One Health denken. Ja, ja. Van wij moeten offers brengen zodat we de groep gezond houden. En dat is ook weer het omkeren van het hele rechtsprincipe van de individuele rechten van de mens. Die komen op zijn kop te staan. Van ja, leuk dat jij rechten hebt, maar het collectief prevaleert. En dat is het eerste collectief van die mensheid. Maar dan komen we bij het dierenwelzijn. En een voorbeeld daarvan is de ophokplicht van 2016. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk een soort blueprint van de WPG die we in 2020 hebben gekregen. Ja, ja. Dus ook daar zie je, en daar is het heel duidelijk, hè, het is vaccineren, ophokken, ruimen. Dat zijn drie. En als je die vertaalt, dan denk je van, hé, maar wacht eens eventjes. Alleen dat ruimen hebben we nog niet gedaan. Hoewel je kan denken met de midazolam, mechanische ventilatie en remdesivir, zijn we niet toevallig ook aan het ruimen geweest in onze verzorgingstehuizen. Heel dus dus die gedachte van hoe je het bij dieren aanpakt, bij dieren is heel duidelijk, er zijn geen individuele dierenrechten. Nee, in de veehouderij, als er één dier ziek is en die is een gevaar voor de rest, dan ruim je die. Als die boerderij besmet is, dan wordt die afgesloten. Alles wordt verbrand, zodat die de andere boerderijen niet aan kan steken. Dus daar is een hele andere, veel collectievere gedachte over. En dan ga je naar die derde. En die derde, dat is eigenlijk de nagel aan de doodskist. Die zegt van ja, maar de manier van veehouderij, landbouwhouderij, maar ook de manier van leven, onze CO2 footprint of ecologische footprint, die moeten we allemaal inleveren voor dat betere levensmilieu. En daarmee wordt dat een soort doel op zich. Dus we zijn nu rechten aan het toekennen aan groepen mensen, groepen dieren of ecosystemen die onze individuele rechten inperken. En dat bedoel ik met in wezen is het een anti-mens ideologie. Heb je ook verband gezien met dat merkwaardige idee dat alle leven is gelijk. Alle dieren hebben recht op leven, net zoals mensen. Niet minder dan mensen, dat bedoel ik.
En maar het moet ook zo behandeld worden. Er zijn natuurlijk extremen. Ja. Ja. En mensen die dat op een radicale manier verkondigen, die hebben nog nooit met bloedzuigers te maken gehad. Maar het idee dat het mensenleven niet meer waard is dan een dierenleven, wat je de laatste tijd hoort. Dat zijn waarschijnlijk ook met deze hele inspanning verwante noties die naar boven zijn komen draven. Ja, ja, en dat laat ook dat anti-mens denken zien. Ja. Jeroen zegt het vaak van, de mens is een doel op zich. Het gaat niet over wat wij moeten bereiken. Het gaat over, dat zijn dan de doelen van de overheid, is om ons leven mogelijk te maken. Mm-hmm. En niet om ons leven onmogelijk te maken. En daar zit die omkering in. We hebben het in het voorgesprek gehad over de Jainisten. Dat is een geloof, bijna niemand kent het, maar het is behoorlijk groot in India. Ja. Maar omdat hindoeïsme en de islam veel groter zijn, is het enigszins onbekend. Het opvallende daar is dat de volgers daarvan een heel ascetisch leven. Ja. Hè? Dus ze dragen al een lapje voor de mond, zodat ze geen insecten inademen. Nee. Ze eten geen groente die uit de bodem moet worden gehaald, want je zou wormen kunnen op. Ja. Ze vegen voor hun voeten, zodat ze niks plat stampen. Ja. Dus het gaat heel extreem. Ja. Ja. Ze lopen meestal naakt rond. Nee, de priesters. Ja, de priesters. Niet de Jane zelf, niet maar de priesters. Ja. En er zijn ook heel grote standbeelden in India die dat tonen. Want je zou in de plooien van de kleren plots per ongeluk een of ander insectje kunnen donen. Dus daar zie je al dat je individueel alles af moet doen van comfort, gemak, verworvenheid. Opvallend is ook dat veel mensen die heel rijk zijn geworden in India zich ergens in het leven bekeren tot het Jainisme. Alsof er een soort boetedoening is. Een soort weer in balans komen met, ik heb heel veel van de aarde genomen en nu moet ik het afgeven. Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een beetje de levensloop van Siddhartha. Dus die de Boeddha is geworden. Maar als we dan kijken naar mensen die heel erg dat One Health denken propageren. Bill Gates is een mooi voorbeeld. Maar ook de Zuckerberg. Al die mensen die allemaal filantropen zijn geworden, eigenlijk ondernemer zijn, stichtingen hebben opgericht die zich bezighouden met de wereld verbeteren, SDG's. Maar als je dan doorgraaft, dan zie je dat ze een doel hebben en dat is social engineering. En dat is waar ze samenkomen. Dat One Health is een bepaalde ideologie die op de kudde wordt losgelaten. Maar de mensen die de kudde sturen, die hebben wel degelijk een ander plan. Die zijn helemaal niet van plan alle invloed en macht en rijkdom op te geven. Nee, die hebben een idee dat er een ideale wereld geschapen moet worden. En dit soort ideeën, die kennen we van Mao, van Stalin, van Lenin, van Hitler, van Mussolini, Pol Pot. Zijn allemaal mensen die hebben gedacht, natuurlijk met geldschieters en een heel machinerie erachter, van, er is iets mis met de maatschappij en ik heb de oplossing. Als we nou eventjes dit veranderen en dat veranderen en deze groep houdt het tegen, dus die groep moeten we eruit halen, et cetera, et cetera. En wat we als rode draad zien in al deze social engineering projecten is een grote teloorgang van de mens zelf. Voordat we over dat totalitaire gebeuren praten, wilde ik je twee vragen stellen. Ja. Die nog even teruggaan naar die dierenartsen of veeartsen. Het zijn vaak veeartsen. En hun belangstelling voor spuitjes. Mm-hmm. Ik heb altijd gedacht, mijn vraag aan jou is of, dat, of jij dat ook zo ziet, of dat het waar is of niet, dat het is voor de hand liggend dat mensen zoals Marion Koopmans, die je nog niet noemde, maar die is natuurlijk ook naast Hap Oosterhuis in Nederland het meest bekend en belangrijkste geweest. Ja. Dat zijn veeartsen. Een veearts moet het vee op een boerderij, zolang het in leven moet blijven, want al het vee is natuurlijk bedoeld om op een gegeven moment genuttigd te worden. Of in het geval met een koe is het natuurlijk ietsje anders als het alleen maar om melk gaat. Maar het moet in leven blijven. Lang genoeg.
voordat het kan worden genuttigd. Ja. En om het in leven te blijven, is er een idee ontstaan, hoe meer je spuit, hoe veiliger het is. En daar komt die verbintenis met de farma vandaan. Pfizer's hoofdman, CEO, Boer, ja? is zelf ook een veearts ja. geweest, of een dierenarts. Ja. En hoe zie jij dat? Nou, waar je bij dieren dus geen last van hebt, is dat ze individuele dierenrechten hebben en je hoeft ook geen informed consent te doen. Ja. Een groot verschil tussen dierenartsen en artsen is natuurlijk de eed van Hippocrates. Ja. Do no harm. In principe doe je dat ook niet als dierenarts, maar als dierenarts is het geen probleem om als een dier schadelijk zou kunnen zijn voor de rest van de kudde, dan is een oplossing ophokken. Maar als dat niet genoeg is, dan is het vernietigen. En dat gaat zelfs zover dat je hele kuddes mag vernietigen, zodat de rest van de kuddes eromheen in de boerderijen behouden blijft. Dus er is een veel radicalere idee van collectivisme aanwezig bij veeartsen. Ja. Want dierenartsen denken mensen nog van, oh, maar ik breng mijn hond en mijn kat naar de dierenarts. Je hebt huisdieren, dat is een specialisatie, maar veearts, dat is eigenlijk hetgene waar we het over hebben natuurlijk. Maar die pharma, dat verband met die pharma lijkt mij zo van ongelooflijk groot belang. Ja, dat is ook van ongelooflijk groot belang. En dat heeft ermee te maken dat je een kudde, die hoef je niet te vragen of te overtuigen of te marketen. Nee, je hoeft alleen die boer te overtuigen dat al die dieren in zijn boerderij, als ze worden geboren of als ze een bepaalde leeftijd hebben, een spuitje krijgen. Dus het is veel makkelijker te verkopen. Het idee is, kijk, ik denk dat de gemiddelde boer ook in deze omgeving, hè, ik woon in de polder, en we hebben zeer actieve boeren om ons heen, dat die ervan uitgaan, het is vanzelfsprekend dat je met spuitjes komt. Dat is de beste manier, maar is dat ook zo? Ja, dat is een hele goede vraag, want waar het alle schijn van heeft, is dat veel vaccins worden uitgetest op vee. En dan kijken we, de gekke koeienziekte, dat is ook typisch zo'n mislukt vaccin geweest. En zo zijn er waarschijnlijk veel meer. En wat ik ook heel opmerkelijk vind, is dat meestal de geruimde dieren ook verbrand moeten worden. Alsof je het bewijs aan het vernietigen bent van je mislukte experiment of van je gelukte experiment. Ja. Dus daar is nog een bewustzijnsslag te maken. Die boeren die kijken er vooral economisch naar. Ik heb zoveel vee als dat met spuitjes in leven blijft totdat ik het kan verkopen. Doe het dan maar. Die zijn toch veel minder bezig met de ethische kant of het wel verantwoord is. Hmm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat een ideale marketing target is. Hmm. En wat je... dan zou je nog kunnen afvragen van hoe komt het dat de veeartsen dan zo in het gezondheidswezen of in de volksgezondheid zijn gekomen. Wat mij opvalt als je kijkt naar de Europese wetgeving, bijvoorbeeld 2001/83. Dat is een belangrijke wet die gaat over informed consent, clinical trials, allemaal van zulke soort dingen. Of medicinal products. Dan heb je /18/20 en /83. Dat kunnen mensen opzoeken. Maar heel vaak zit het nummer daarvoor, 82, is bijna dezelfde wet, maar die gaat over dieren. Mm. Dus daar zit al een hele duidelijke connectie in. En het woord One Health of One Health Approach staat ook vaak gewoon letterlijk in die wetten. En het zijn enorme lappen tekst. Die Europese wetgeving die is nog minder toegankelijk dan de Nederlandse wetgeving. Ja. In de Nederlandse wetgeving staat One Health ook vermeld, maar meestal in de memorie van toelichting. Ja. Maar in die Europese wetten staan regelmatig gewoon One Health, volgens de One Health Approach, et cetera, et cetera. Dat is mijn tweede vraag. Alleen kijkend naar Nederland. Hoe kan jij schilderen hoe het geïnfiltreerd is in het geheel, bij universiteiten en overal
waar het dus een effect kan hebben. Ja, dan moeten we echt een beetje een tijdlijn terugpakken. Ik zeg altijd, de coup die we nu meemaken heeft zijn voorbereiding voornamelijk in 1992. Europese Unie, hè, van de EEG naar de EU. En het andere verdrag is van Rio de Janeiro, Agenda 21. En een van de onderwerpen waar ze het dan over hebben is biodiversiteit. En dat is een soort bakermat van circulaire landbouw, economie, sustainability, duurzaamheid. En dat wordt door de Rockefellers in 2004 wordt dat vastgelegd in wat zij noemen de 12 Manhattan Principles. Mm-hmm. En dan gaat het van idee naar beleid. Mm-hmm. En vanaf dat moment zijn ze heel actief aan het lobbyen en aan het sturen. En de eerste partners die ze daarbij aannemen is de Wereldbank en de Verenigde Naties. En dan specifiek vier onderdelen van de Verenigde Naties. Dat is natuurlijk de WHO, nou die kennen we. De OIE, dat is de WHO voor dieren, zeg maar. De FAO, dat is voor landbouw. Mm-hmm. En UNICEF, ja, voor kinderen. Ja. Dus dat zijn de aandachtsgebieden, ja, voor die One Health Approach. En je zou zeggen, die andere, oké, okay, dat heeft nog iets met fysiek landbouw en dat driehoekje te maken. Met dierlijke, menselijke en ecologische gezondheid. Waarom die kinderen? En ik zag daar al een paar boeken propaganda liggen. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk belangrijk onderdeel. Ja. Want wat ze daarna hebben gedaan is gelobbyd. De eerste die ze meekregen was de CDC. In 2008 verhief CDC, of 2007 misschien al, de One Health Approach als de aanpak van de CDC in Atlanta dus. Daarmee werd het een onderdeel van het Amerikaanse bestuur. Toen, denk ik, in 2008, 2009 volgde de Europese Unie. Misschien was daar de bankencrisis en de Mexicaanse griep voor nodig om de Europese Unie mee te krijgen in dat idee van we moeten paraat zijn en we moeten er wat aan kunnen doen. En dan zijn de belangrijkste spelers aan boord. En begint de totale infiltratie van al die universiteiten. En dat is echt een netwerk wat is uitgelegd. In Europa zie je dat het vooral in Hannover zit. Want Ab Osterhaus is toevallig ook hoogleraar in Hannover. Hij heeft drie aanstellingen. Utrecht, en daar is de faculteit diergeneeskunde. Erasmus, dat is de faculteit virologie. En in Hannover zit ook volgens mij virologie en diergeneeskunde. En vanuit daar is hij het aanspreekpunt voor Europa. En dan zie je, Nederland heeft het ook helemaal omarmd. Welke universiteiten zijn nou heel actief in dat One Health Center? Want in, ja, Nederland hebben we dus een One Health Center. Dat is een samenwerkingsverband tussen universiteiten. En dan zie je inderdaad weer Wageningen, de landbouwuniversiteit. Radboud zit erin, Utrecht zit erin, Erasmus, Leiden en Amsterdam. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste spelers in dat netwerk. Dan hebben ze tenure track posities, promotieonderzoeken. En sinds een paar jaar zijn ook de eerste hoogleraren One Health in Nederland actief. Ja. Dus dit is een heel concreet iets. Het is niet een obscuur iets. Ja. Mensen zien eigenlijk niet wat de invloed ervan is. Van oké, One Health, leuk. Klinkt mooi, hè? Holistische aanpak van gezondheid. Ja. Maar het gaat veel verder dan dat. Er zit dus een hele duidelijke ideologie achter. En het is helemaal geïnfiltreerd in beleid aan de ene kant. En academisch aan de andere kant. En dat zijn de twee pijlers die de rest sturen. Financieel, met de Wereldbank, is het in die zin al onder controle gebracht. Dan zou je kunnen zeggen, er zit nog één ander aspect wat niet direct bij One Health hoort, maar dat is Richard Thaler. Ik denk dat hij jou wel bekend is, de Choice Architect. Ja. Ongeveer dezelfde periode, 2009, hij is Nobelprijswinnaar voor dat idee van nudging eigenlijk. Ja, ja. Dus niet meer uitleggen, niet meer argumenteren, alles moreel maken, pictogrammen, dumbing down, de valse dilemma's, wil je geel of rood? Ja, ja, ja. En dat valt samen met de heads of industry, ook 2008, 2009, die samen met Balkenende de SDGs omarmen. Mm-hmm. En die stromen die komen eigenlijk samen, dus dan is de industrie erbij, de politiek erbij. De media wordt op een bepaalde manier bewerkt. Hè. Dus ze moeten vooral geen onderzoeksjournalistiek meer doen.
Ze moeten vooral morele vraagstukken opwerpen. Waarbij het antwoord al vaststaat. Ja. Ja. En ja, dat is. Ik ben ooit met Rick van Veldhuizen. In juni 2020 hadden we een interview. En toen zei ik van ja, ik wil wel de hofnar zijn van de politiek, de media en de wetenschap. Omdat dat de pijlers zijn. Hè? Dat zijn de informatiestromen waarmee wij worden wijsgemaakt. Dat we constant voor niet bestaande problemen, die dilemma's, die valse dilemma's, persoonlijke offers moeten brengen. En het antwoord is dan, helaas, het is niet goed genoeg. Want er is een groep die niet heeft meegewerkt. Hè? Dus alsmaar ook de zondebokken aanwijzen. Dat is eigenlijk hoe die One Health is vervlochten en hoe lang die er al in zit en via welke kanalen die in ons leven is gekomen. Ja, ja, ik denk vooral aan het effect van die indoctrinatie. Mm-hmm. En het werkt goed omdat het vaak begint met een nobel idee. Ja. Ik denk heel erg veel van wat we hebben meegemaakt en wat we in de laatste 3 jaar en wat we zien. Onderwerp van de sustainable goal, de duurzame doelstellingen van de VN en het World Economic Forum. Dat begint, niemand kan het mee oneens zijn. Wie kan nou oneens zijn met goed voedsel? Wie kan oneens zijn met de armoedebestrijding? Wie kan oneens zijn met al die doelstellingen? Alleen. Het zijn geen doelstellingen. Kijk, het begint vaak. Begint het ook met idealisme. Ja. De milieubeweging is een goed voorbeeld. Mm-hmm. He, die halve garen, want dat zijn het. Ze zijn helemaal volkomen. Laten we hier niet proberen een goed woord te vinden. Maar van milieudefensie of van Extinction Rebellion enzovoort. Deze mensen die gedragen zich op een manier alsof ze hun verstand echt kwijt zijn. Maar het begint. Het begint met een idee van het milieu. Daar is het begonnen. Ja. En zo in mijn optiek is dat gekaapt. Absoluut. Die hele, en dat is de Rockefeller. Ja. Je hebt hem al 1 keer genoemd. Ja. Ik denk dat we hem de hele tijd door kunnen noemen. Ja. Want hij zit met alles, of niet hij zelf alleen. Dat maar is de stichtingen die hij heeft opgezet. En de stichtingen hebben allemaal weer andere stichtingen voortgebracht. En dat is een enorm kolossaal netwerk. Ja. Met zijtakken enzovoort. En daar komt het CO2-idiotie vandaan. Daar komt het idee van de mens is een kanker op de aarde en soort vandaan. Allemaal daar vandaan. En ook het eugenetica, het ruimen van de mens, wat je eerder noemde. Ja. Maar oké, ik raak even de draad kwijt. dat die Rockefellers dus een rode draad zijn en dat het gaat over die indoctrinatie, dat de angel is, zeg maar. Ja, hoe precies krijgen we die indoctrinatie eruit? Want nou, dat kan niet. Ik denk ook dat daarom de vraag die bij mij opkomt. Je hebt iets wat als het ware in de haarvaten van de maatschappij is gaan zitten. De kleinste adertjes van de maatschappij. Daar zit het allemaal in. Kinderen worden geïndoctrineerd enzovoort. Wat kan je hier ooit tegen doen? Ja, ja, ik denk dat we er dus wel heel wat tegen kunnen doen. En dat toen wij onze beweging begonnen. Toen was het ook liefde en geduld, liefde en waarheid, liefde en eenheid. Altijd die onderslogan. En dat heeft ermee te maken dat wij de beweging en niet alleen maar een tegenbeweging wilden laten zijn, maar een beweging voor bepaalde idealen in de maatschappij. Wat je net zei over die SDGs, dat zijn marketingtermen, dat zijn geen doelen. Dat zijn termen waar je niet tegen kan zijn. Maar dat is ook weer wat precies dat nudging van taler is. Je zegt van, wil je wel genoeg eten of wil je niet genoeg eten? Terwijl dat helemaal geen vraag is. Iedereen wil genoeg eten. Nee. Maar je moet keuzes maken. Hoe kom je tot een eerlijke verdeling van de resources op aarde? Ja. En die vraag, die wordt vermeden. En dan worden daar modellen aangehangen van stikstof, van CO2. Alsof je in het hamsterwiel, als je maar hard genoeg loopt, dat dan automatisch genoeg voedsel of genoeg kennis of genoeg educatie naar voren komt. Maar dat is de mirage. Hè? Dat is het, want je had het net over hoe kan het nou dat mensen in bewegingen die duidelijk idealistisch van aard zijn, Extinction Rebellion, de milieubeweging,
En ik heb wel oorspronkelijk. Nee, maar ook nu. Ik ben wel eens naar zo'n demonstratie geweest. En heb met die mensen gesproken. Dit zijn geen slechte mensen. Het probleem is alleen dat ze echt geloven dat CO2 een levensbedreigend probleem is. Oké. En ik heb dit in het afgelopen nummer van Gezond Verstand. Ben ik daarop ingegaan. Om dit een succes te maken, moet je de zaken voorstellen een 180 graden anders dan ze zijn. Mm-hmm. Precies het tegenovergestelde. Mm-hmm. Dus we hebben dit als voorbeeld met de CO2, wat nodig is voor planten en bomen groeien. En zonder CO2 zou de aarde er verschrikkelijk kaal uitzien. Ja. En het wordt voorgesteld alsof de CO2 geproduceerd door de mens, wat maar een heel klein beetje is, of dat als dat een soort van de verwoesting van de planeet zal zijn. We hebben het voorbeeld van Als ik daar nog inhaken, kijk, hoe weet je dat een sect of een ideologie een anti-mensbeeld in zich heeft? Dat zijn altijd, structureel door de jaren heen, apocalyptische verhalen. Ja, maar het is ook 180 graden anders dan de werkelijkheid. Stikstof is nodig voor de natuur, maar het wordt voorgesteld als enorm schadelijk voor de natuur. Het is de grootste krankzinnigheid ooit. Het hele bio-security idee wat op ons afgekomen is via de WHO enzovoort. Het is tegenovergestelde. Alles wat ermee te maken heeft gehad, wat in naam daarvan is gebeurd, is heel slecht geweest voor de gezondheid. Heeft veel sterfgevallen opgeleverd. En die prikken natuurlijk het allerergste. Want dat komt nog met een immuunsysteem wat geleidelijk aan gaat malfunctioneren. Met de geopolitiek idem dito. Het is 180 graden anders dan het is. En dat heeft te maken, denk ik, met de noodzaak van de leugen. Ja. Die zo groot moet zijn. Precies. Dat de massa het geloven kan. En dit is, dat niet dit alleen. Is Goebbels in de nazi-propagandist. Van de, dat niet alleen. Wat er nog meer in zit. Je maakt iemand bang voor een probleem. En door die angst gaat hij dat probleem zelf creëren. Ja. En die omdraaiing is verschrikkelijk belangrijk voor dit soort machinaties. Doordat mensen denken dat CO2 een probleem is. Gaan we dadelijk alle CO2 uit de lucht filteren en krijgen we een probleem om het maar helemaal in het extreme te trekken. Ja. Maar wat we nu al zien, het idee dat climate change tegengegaan kan worden, dat we moeten gaan naar hernieuwbare bronnen. Ondertussen is de slavenarbeid in Afrika geëxplodeerd. De bodemerosie schiet alle eerdere metingen voorbij. Dus we plukken een continent kaal. Als we hier kijken, een paar dagen geleden was een artikel over dat de Noordzeekrab heel veel last heeft van die kabels van de windparken. En alle insecten worden en vogels worden uit de lucht gemalen. Vleermuizen, dus miljoenen vleermuizen en vogels gaan dood door die gekke draaidingen die niks opleveren. Precies, we kunnen nu wel zeggen, die windmolens is de minst milieuvriendelijke vorm die we hebben. Ja, dan kunnen we beter kolencentrales neerzetten. Ja. Die zijn veel milieuvriendelijker dan windmolens. En daar zie je dus weer die omkering. Ja. We worden gek gemaakt met dat het windmolens moet zijn. Maar die windmolens worden uiteindelijk het probleem, waardoor we inderdaad een milieuprobleem krijgen. En dat is met stikstof hetzelfde. Met stikstof, dan komen we bij de biodiversiteit uit. Het idee is van de moderne landbouw gaat slecht om met de grond. De grond raakt uitgeput. De grond raakt vervuild doordat er fertilizer of kunstmest wordt gebruikt. Dat er pesticiden worden gebruikt. Dat er GMO's worden gebruikt. Dat er een overaanbod aan antibiotica in die beesten wordt gestopt. En je zou voor al die problemen inderdaad kunnen zeggen, ja, daar moeten we anders mee omgaan. Maar de oplossing om dan maar niet te boeren en dat land aan zijn lot over te laten is waarschijnlijk helemaal niet zo'n goede oplossing. Doordat we dat allemaal zijn gaan doen, ook bijvoorbeeld door insecten te controleren, hebben we geen malaria meer in Nederland. Vroeger hadden we hier allerlei, wat we nu tropische ziektes noemen, omdat zeker Holland een soort moeras was. Ja. Dus het idee dat we een beter leefmilieu terugkrijgen door die boeren weg te sturen is ook weer een valsheid. We hebben niks meer te eten en qua ziektes gaan we er niet op vooruit.
Nou, het gaat hier ook om het natuurlijke wordt vervangen door het synthetische. En dat is natuurlijk een kolossaal verdienmodel. Je hebt het over de boeren. We hebben het over een combinatie van corporaties. Van Bayer, die Monsanto heeft opgeslokt. Dat zijn de twee machtigste corporaties op dat gebied. En wat is hun doel? Om de wereld te voorzien van synthetische gewassen en ook van zaden die niet opnieuw kunnen worden gepland voor de volgende oogst. Precies dat, want synthetische gewassen, dan moet je meer denken aan de voedselproductie. Ja, precies. Dus ik doe even in shorthand en synthetisch vlees, wat natuurlijk volkomen krankzinnig is. Ja. En dat heeft weer te maken ook. Dan komen er andere idealisten om de hoek van de veganisten. Dat is een extreme vorm van vegetariërs. Ja. En er komt idealisme samen. Dat wordt bewerkt, dat idealisme. Dat wordt gekaapt. Ja. En dat krijgt dan dienst als iets wat een totalitair resultaat krijgt. En waar je heel duidelijk de scheidslijn kan neerzetten, is: kies je voor jezelf of kies je voor iemand anders? Ga jij jouw ideaal aan anderen opleggen, dan is het per definitie niet meer alleen maar idealistisch. Dus op het moment dat het militaristisch wordt, en dat mensen willen dat jij geen auto meer rijdt of dat jij geen vlees meer eet, dat is de scheidslijn. Iedereen mag voor zichzelf beslissen of hij wel of geen vlees eet, of hij wel of niet vliegt. Maar gaan wij vanuit dat idealisme, dus vanuit een levensovertuiging van de een, de ander beperken? Ja, dat is nou precies waar onze grondwet, volgens mij artikel 6, dat verbiedt. We hebben vrijheid van geloof en levensovertuiging. En waar we hiermee te maken hebben, en dat is wat de aanhangers nog niet eens beseffen, is gewoon een geloof. Het is een levensovertuiging. Het gaat niet over of er een godbeeld aanwezig is. Maar hetzelfde met communisme. Het is een levensovertuiging. En die voert competitie met andere levensovertuigingen. Cult. Ik noem het een cult. Ja. Kijk, een levensovertuiging is breder. Religies zijn een stuk breder. Mm-hmm. Religies zijn ook veel toleranter dan cults. Cults kunnen niet tolerant zijn. Want ze zijn gebaseerd op een zekerheid die kunstmatig is. Mm-hmm. Een zekerheid die niks te maken heeft met waarheid. Daarom is het zo belangrijk om het verschil tussen waarheid en werkelijkheid te zien. Het is een voorgeschreven werkelijkheid. Mm-hmm. Een cult werkt met voorgeschreven werkelijkheid. Maar nog even terug naar die dictatuur. Naar dat totalitarisme waar jij het eerder al... Je maakte al een behoorlijke sprong in het begin. En toen wilde ik je nog eventjes even vastpinnen op die... op die dierenartsen. Maar het gaat naar een totalitair geheel toe. Nou, daar zitten we natuurlijk al in. In Nederland? In Nederland helemaal. Het is heel duidelijk dat wij niks meer te zeggen hebben. Want zelfs, en dat vond ik in die zin een mooi punt, de afgelopen paar weken, zijn er drie dingen. Eén is Kuipers weigert de Kamer inzicht te geven in het OMT. En dan denk ik, maar het is de taak van de Kamer om dat te doen volgens artikel 68 van de Grondwet. Dan hebben we Van Huffelen, staatssecretaris Digitale Zaken, die met een mandaat om nee te stemmen in Europa. De Kamer heeft nee gezegd tegen de digitale euro. En ze stemt ja en ze komt terug en ze zegt ja, pech gehad. De verkiezingsuitslag, als je minder dan 1/3 van de steun hebt, dan ben je geen legitieme coalitie meer. Hmm. Dus er zou alleen maar uit kunnen komen, we schrijven nieuwe verkiezingen uit. Hmm. En dit gebeurt niet. Dus er is totaal 0,0 democratie. Er is geen inspraak van de burger. Agenda 2030 wordt halsstarrig uitgevoerd. En het enige wat de politiek nog doet, is het debat onderdrukken. Of mensen met een kluitje in het riet sturen. Of proberen het nog maar eens een keer te verkopen. En dat wordt dan meestal uitgelegd als we moeten het nog beter uitleggen. Ik vond het heel mooi, dat stuk in de krant van Frans Timmermans, dat
Caroline van der Plas op date ging bij Frans Timmermans, dat hij haar wel even de wet uit zou leggen. Hoe kan je nog regentesker overkomen dan dat? Dus dat totalitaire, dat is er al lang. Nou, wij zijn geen soeverein land. Totalitair is... Kijk, wij worden nog niet opgesloten. Wij worden nog... Er is nog geen klop op de deur dat we worden weggehaald. Maar Karel, dat is helemaal niet waar. We hebben dat wel gehad bij de lockdowns. Ik heb bij mijn dansschool ook de boa's aan de deur. Ja, met de lockdowns. Ja. Maar op dit moment, en dit is een gevaarlijk moment voor het Nederlandse volk. Ja. Want ze denken dat de problemen zijn voorbij. Het is mooi weer natuurlijk, lente en prachtig. En ook, maar we horen niks meer over al die gevaarlijke dingen enzovoort. En ik denk dat een psychologisch gevaar. Want er komt verschrikkelijk veel op ons af. En er komt iets op ons af wat veel meer een totalitair iets nastreeft dan wat we nu hebben. Wat we hebben is... Niemand hoeft rekenschap af te leggen van al die verschrikkelijke dingen die mede door hen zelf ook tot stand zijn gekomen. Er is geen controle over de overheid, over het kabinet en over wat Rutte allemaal... Papier wel, maar wat de voorbeelden net gaf... In werkelijkheid niet. En jullie hebben dat met jullie rechtszaken uitstekend, heel fantastisch goed meegemaakt. Ook natuurlijk hoe die hele rechtspraak... En moeten daarop terugkomen, hoop ik. Wat doe je? Wat kan je hier tegen doen? Ten slotte, wat is er tegen te doen als het zo door al de haarvaten van de maatschappij is geïnfiltreerd? Maar nog even verder over totalitair. Ja. Dat is veel verdergaand. En daar zitten we nog niet in. We hebben nog een relatieve vrijheid. We kunnen hier samenkomen. Als dit wordt uitgezonden, verwacht ik niet weer gearresteerd te worden. Nee. Maar... Dat is ook weer een beetje een vals argument van... ja, het is hier geen China of het is hier geen Iran. Kijk, dat er andere landen zijn die veel verder zijn met een totalitair bewind... Dat is helemaal niet waar. Dat betekent niet... dat is ook nog eens... Je krijgt enorm veel propaganda als je in die landen bent. Dan denk je van, dat is toch niet helemaal zoals ze dat hebben uitgelegd. Ja. Maar de is-ought, als het ergens slechter is... dan moeten wij onze zegeningen tellen. Ja. We moeten gebruik maken van de ruimte die we nog hebben... om te voorkomen dat we verder verstrikt raken in het totalitarisme. Maar dat we totalitair zijn, namelijk de media is volledig onder controle... er is grootschalige censuur en propaganda bezig. Ja. De politiek houdt zich niet meer bezig met het mandaat van de kiezer. En die wordt totaal genegeerd. En de rechtspraak negeert alle... grondrechten. En het wordt gewoon van tafel geveegd. En de laatste tijd zien we dat ze geen zin meer in ons hebben. Dat ze zeggen, jullie zijn niet ontvankelijk. Ja, waarom dan niet? Ja, wij vinden dat jullie niet het volk representeren of de doelgroep representeren waarvoor jullie zeggen op te komen. En dat laat zien dat het totalitarisme er al wel is. Maar nog een modus probeert te vinden om het volk helemaal onder controle te brengen. En ik denk dat daar de uitdagingen zitten, maar ook de kansen in zitten. Door constant, zo'n blad als jij uitgeeft, door dit soort uitzendingen, mensen op de hoogte te brengen van wat er achter dat laagje vernis zit. Van de paleizen van justitie, van de Tweede Kamer, het huis van de democratie, het land van de rechtspraak met het International Criminal Court. Nederland is heel goed aan aansluiting. Dat de International Criminal Court is en nu zie je, precies, nu zie je dat het gewoon een pure politieke organisatie is. Ja. We hebben daar een klacht neergelegd in 2021 voor de prikjes. We kwamen eraan en toen wisten we al, dit wordt niks. Iedereen nog met mondkapje op. Dus een helemaal Agenda 2030 instituut. Ja. Europees Hof, precies hetzelfde. Al die gremia, die zijn echt onder controle gebracht. Als we het over rechtspraak en politiek hebben... dan hebben we het automatisch over Soros. Dat is met zijn Open Society een hele belangrijke kracht... Ja. om dit onder controle te brengen. En dan de andere tak is weer onderwijs. De Rutgers Stichting is nu in opspraak. Dat is maar een klein stukje van de hele invasie... van een bepaalde ontwortelende agenda die erin zit. En dan mensen reageren dan op dat het pedoseksualiteit zou stimuleren. Maar ook daar zeg ik weer van die ophef vinden ze wel goed. Want dat is op dit stukje dat debat entameren. We moeten
uitzoomen en kijken, waarom wordt dit gedaan? Omdat de maatschappij ontworteld dient te worden. En dit zie je uit die andere totalitaire systemen. Ja. De familie moet opgebroken worden. Je bent een kind van de staat en niet een kind van je ouders. Ja. Dus als je echt in de doctrine gelooft, dan geef je je ouders of je kinderen aan, et cetera. En dit is wat er nu gebeurt. Dus die polarisatie die vriendengroepen en families heeft doorbroken, bijvoorbeeld met de QR-code of met het prikken, dat is een heel erg gewenst effect. Je zou bijna kunnen zeggen, ze hebben het voornamelijk daarom gedaan. Andere gedeelte is de infrastructuur, de informatie-infrastructuur die ze opzetten. En de toegang die ze krijgen tot je lichaam. Maar dat zijn wel de ontwrichtende gedragingen of doelstellingen die ze hebben. En dan kom je op agenda 2030, dat dus een onderdeel is van die agenda 21. En een heel speciaal onderdeel, want dit is de disruptieagenda. Het moet kapot worden gemaakt. En de trilaterale commissie die heeft een maand geleden ook uitgeroepen, 2023 is jaar 1. Ja. Ja. En ze doen het zo in your face. En nog zijn er mensen die zeggen, dit zijn complotten. Ja. Ik geloof dat het in het derde of vierde nummer van Gezond Verstand heb ik daarover geschreven. Alles moet kapot. Ja. Ja en nee. Wat er niet kapot mag, is de façade. Dus daar zijn ze heel gevoelig voor. Als wij, bijvoorbeeld wat FVD heel goed doet in de Tweede Kamer, is dat ze laten zien, jongens, dit is een clownshow. Hier wordt helemaal geen debat gevoerd. En zelfs als het een keer wordt gevoerd, dan wordt het gewoon genegeerd. Nou, dat is wat wij hebben gedaan in de rechtszaal, wat jij hebt gedaan in de media, om die gremia, dat laagje vernis, te laten zien van, jongens, er zit een wildernis achter. Dit is fake. Wij zijn geen land met een pluriformiteit van meningen, met onafhankelijke media, met onafhankelijke rechtspraak, met een democratisch bestel. Dat is er helemaal niet. Ik denk dat je hier meer over kan zeggen. Het kapotmaken van alles is natuurlijk het idee, zoals het gepresenteerd wordt, is zodat er iets anders in de plaats kan komen. Absoluut. En dan, er zijn dan twee vragen. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? En ook, is er iets wat je kan doen, wat effectief is, om dat ooit tegen te houden? Om dat ooit die kapotmakerij te, aanvankelijk te neutraliseren en terug te draaien. Ja. Ja, dan moet je denk ik ook weer uitzoomen waar, en dan heb je het weer over de infrastructuur en over de hiërarchie van het uitoefenen van de macht. We zien een enorme concentratie, ook de wet veiligheidsregio's is een mooi voorbeeld ervan, de nationale politie, die zijn allemaal gedaan om macht te centraliseren. Nou, het tegenovergestelde is het te decentraliseren. Dus alles waar zij het naar één punt willen trekken, afschaf de Eerste Kamer bijvoorbeeld, dat zijn allemaal dingen van al die waarborgen en al die checks en balances moeten uit het systeem worden gehaald, dat we efficiëntievergroting krijgen. Ja, efficiëntie voor de mensen die de macht uitoefenen. Wat kunnen wij daartegen doen? Lokaal. Lokaal is denk ik het kernbegrip. En het andere is vanuit ideale leven. Maar niet de SDG-idealen, maar je eigen idealen. Waar sta jij voor? Nee, oké, maar we hebben het nu over, niet zozeer over onze eigen psychologische make-up. We hebben het nu over een maatschappij. En je bent dan, kijk, je bent, als je naar een maatschappij kijkt en je ziet iets wat zo verschrikkelijk onwenselijk is, dat je wil daar iets aan doen, dan kun je wel zeggen, jongen, we moeten allemaal van nu af aan dit en dat. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk vanzelfsprekend, maar daar schiet je niet veel mee op. Hoe kan je, wat is een manier om die kapotmakerij te stoppen? Hoe kan je dat, die infiltratie die er plaats heeft gevonden, hoe kan je dat weer ongedaan maken? Kan dat? Ja, nou ja, helemaal ongedaan maken kan niet. Hè? Bijvoorbeeld het boek wat er, hè, de vierde industriële golf, ook van Klaus Schwab. Dat is het vervolg van de Great Reset. Die transitie, agenda 2030, die gaat over het kapotmaken
en het opbouwen. Doelen daarin zijn AI. Nou, AI is de definitie van een centraal aansturingssysteem. Daar heb je een grid voor nodig. Daar komt 5G bij kijken. Internet of Bodies, Internet of Things, transhumanisme. Dat zijn alle uitgangspunten van de vierde industriële golf. Het idee dat we dat kunnen tegenhouden is waanzin. Wij zijn in een ontwikkeling van de maatschappij waarin wij verwoven raken met technologie. Nou, misschien andersom. Mm-hmm. Hij heeft ontwikkelingen. Ontwikkelingen die de laatste tijd hebben plaatsgenomen en bij elkaar geveegd. En dat heeft hij dan iets genoemd. Het is zo slecht, het boek is zo slecht geschreven, mm-hmm. dat het bijna. Zoals een commentator in de VS heeft een keer een goede opmerking gemaakt. En hij zegt, het is alsof hij wil laten zien dat er geen enkel verstand in zit. Het is volkomen krankzinnig. Maar waar het om gaat bij hem en bij anderen is een machtsgreep, waar we het eerder over gehad hebben, waarbij diverse criminele netwerken. Groepen, cults, netwerken, aan deelnemen. Ja. Omdat ze een crisissituatie hebben. Dus ze kunnen elkaar, vanwege die crisis, kunnen ze helpen. Er zit niet één grote, enorme grote vogelspin in het midden van een web, wat het allemaal dirigeert. Dat is flauwkul. Nou, AI. Je hebt dus verschillende, je kan het vanuit verschillende dingen benaderen, mm-hmm. en één daarvan is AI. Mm-hmm. Maar we hebben het over een poging om alles anders te maken. En dat, mm-hmm. wordt wel aangeduid als marxistisch, het wordt aangeduid als, er zijn verschillende manieren. Ja. Ja. En natuurlijk vooral in de VS wordt het onmiddellijk in verband gebracht met een soort communisme, een nieuw soort communisme enzovoort. En dat is ook begrijpelijk, want er zitten natuurlijk veel karakteristieken bij. De Mao is grote sprong voorwaarts enzovoort. Kijk, het is allemaal anders gelopen dan het, mm-hmm. bedacht werd. Mm-hmm. Er is maar één voorbeeld, mm-hmm. van een maatschappij die erin is geslaagd om alle bindmiddelen die in een maatschappij zitten, mm-hmm. te verwijderen. Ja. En dat was de Rode Khmer in Cambodja. Precies. En het begon met het geld. Mm-hmm. Dus in 1965, toen het begon, dus de val van Phnom Penh. Het eerste wat je ook zag, foto's van hele wolken van geld die waren losgelaten in de lucht en die dwarrelden in de lucht. Geen geld meer. Dat is een bindmiddel, belangrijk bindmiddel. Maar ook geen familieleven. Geen vriendschap. Mocht niet. Dat werd verboden. En dat waren verschillende groeperingen, hoor, binnen Cambodja natuurlijk. Maar die zogenaamde stadsbevolking die toen uit de stad werd gestuurd om zich maar in het platteland te gaan vestigen. Dat was een tirannie zoals de wereld niet eerder had gezien. Ook niet onder de sprong voorwaarts, mm-hmm. van Mao. Ja, het was echt een ontbinding van die maatschappij. Ja, en wat je daaraan ziet is de gevolgen ervan. En ik wil niet zeggen dat bij elke ontbinding er zo'n massale moord zal plaatsvinden. Maar het is opvallend dat al die totalitaire systemen, die dus duidelijk een social engineering's doel hebben, misschien beginnen met een ideaal om bepaalde maatschappelijke problemen te kunnen oplossen, maar bijna altijd tegen de lamp lopen en zichzelf vernietigen. En Pol Pot is een vrij recent voorbeeld. Eigenlijk te weinig bekend in het Westen over hoe gevaarlijk het is om de maatschappij te ontwortelen. En hoe dat kan uitmonden in genocide, democide. Deze globalistische agenda, want je hebt, Kees van der Peil noemt het neofeodalisme. Je zou kunnen zeggen stakeholder capitalism is neofascisme. En het heeft van al die totalitaire systemen heeft het elementen. Laten we het voor een gebrek aan een beter woord globalisme of sociaal globalisme noemen. Ik denk dat er
de mensen die dit drijven, het zijn meestal de hele rijken, die wellicht een gevoel hebben dat zij nog een ereschuld met de wereld te vereffenen hebben en hun kapitaal en invloed moeten inzetten om de wereld te verbeteren. Meestal is dat een valse notie en houden ze zichzelf voor de gek. Zo'n Bill Gates die zogenaamd een filantroop is en bezig gaat met de gezondheid en daar dan weer schatrijk van wordt. Maar dan heb je iets niet goed gedaan of juist heel goed. Dus die mensen die... ik geloof dat zij denken dat zij de wereld kunnen verbeteren. En dat ze dat op een humane manier willen doen. Wel nee. Maar denk je dat Bill Gates op een humane manier de wereld wil verbeteren? Ja, maar dan moet je in het hoofd van Bill Gates gaan zitten. Ik probeer dat te doen. Als ik hem zie, dan zie ik een getraumatiseerd, vrij autistisch persoon. Ja, het is die de wereld prikkelvrij wil hebben. Dus het is een veroveraar. Ja. En het is iemand die volslagen rücksichtloos opereert. Dat hebben we gezien in zijn business bestaan. Waar we kennen, we weten heel veel van hem, omdat hij heeft veel gedaan. Mm-hmm. Dus hij is ook, hij heeft ook, en ik denk dat heel belangrijk is geweest, dat hij een keer gezegd heeft, ik smulde van science fiction. Mm-hmm. Hij is bezig om science fiction werkelijkheid te maken, mm-hmm. want hij heeft voldoende middelen om dat te doen. Mm-hmm. En die middelen zijn natuurlijk door de enorme grote rijkdom die hij heeft mm-hmm. vergaard. Maar hij was in staat om de WHO te kopen, over te nemen. En dat was de belangrijkste. We hadden dus, zoals we eerder zeiden, we hadden twee manieren om een mondiaal tyrannie, een technocratische tyrannie te vestigen. Mm-hmm. Eén was het financiële stelsel. Oh, dat lukt niet. Dat is niet meer zo, omdat een groot deel van de wereld doet niet mee. Maar de WHO is er nog. En als het erin slaagt in mei om voldoende landen te krijgen die meegaan met dat nieuwe pandemiegedoe, dan zijn we heel erg veel verder van de wijs dan we denken. En Europa is opnieuw weer het grootste... Nee, maar Absoluut. Ik wil even terugkomen op dat... En dat is helemaal niet iets wat Gates bezighoudt. Want jij begon erover in het begin van wat je zei. Het ontmenselijke. Mm-hmm. Als je de mindmiddelen van de maatschappij weghaalt. Ja. Dan ben je bezig met het ontmenselijke. Want zonder de medemens. Zonder wat ons bindt aan de maatschappij. Zijn we geen mensen. Functioneren we niet. We kunnen niet functioneren. Je kan wel tot op zekere hoogte je eigen gang gaan. Maar het is zo belangrijk dat je een omgeving hebt, een medemens. En als je de bindmiddelen van de maatschappij wegneemt, mm-hmm. dan neem je de voorwaarden voor het mens zijn weg. En dat is wat er toen gebeurde in Cambodja. En het was niet een stel mensen die kijk, de Rode Khmer kwam uit verschillende pakken van dingen. Dat waren vooral middenklas Cambodjanen. Die in Parijs studeerde en daar allerlei ideeën op pikte. En het was, Pol Pot bijvoorbeeld, is een iemand het was een groep van studenten in Parijs. Die had natuurlijk ook te maken met de nasleep van een anti-koloniaal gevecht, hè? De Viet Minh. En dat heeft te maken met Vietnam. Het is een ingewikkeld verhaal. Maar de kerngroep van die dus eigenlijk de dienst uitmaakte na de val van Phnom Penh in 75. Dat waren, weet je, ik kan iets, omdat ik het mee heb gemaakt, ik heb er vlak met mijn neus bovenop gezeten, in vier verschillende manieren. Toen het begon, kwamen de vluchtelingen de grens over. En toen, ik was een van de eerste. En wij waren natuurlijk met andere collega's, die zaten aan de Cambodjaanse grens met Thailand. En intellectuelen die kwamen naar buiten en die lieten zien hoe ze hun bril moesten kapotmaken om in leven te blijven. Ze mochten geen bril dragen, want dat zou hen als intellectueel bestempelen. En intellectuelen
dachten het grootste gevaar voor wat we probeerden te doen. Heel interessant was toen wat je er allemaal hoorde. En het was ongelooflijk, die verhalen die er buiten kwamen. Er was iets heel bijzonders aan de hand. En toen hoorde ik ook die halve gare Noam Chomsky. Ik had de pest aan hem voor andere redenen. Want hij praat over dingen waar hij geen weet van heeft. Het is ook absoluut geen verslaggever of iets dergelijks. Nee, hij is een linguist. Ik kan er lang over. Hij wist niet waar hij het over had. Maar het was een probleem. Want heel erg veel van in het begin van de uitleg ervan kwam van hem. Hij was heel erg lang de richtingwijzer voor het extreme links in Amerika. Mm-hmm. En dat ging mee. En die wijten het aan de bombardementen van de VS op enzovoort. Dat had allemaal niks mee te maken. Mm-hmm. Maar ik heb daarna aan de andere kant, aan de Vietnamese kant. Toen de Vietnamese net begonnen om Cambodja over te nemen. Ik was daar, dat is een lang verhaal, op bezoek. En ik heb daar dus zo'n nederzetting gezien. Van hoe het was, zo'n verblijf. Ik was er met collega's natuurlijk. En Tiziano Terzani, bekende Italiaanse schrijver, die schreef voor Der Spiegel. Ontzettend goede fan. Heel goede vriend van mij. Die had ook dat hele gebeuren in Indochina bestudeerd. En die besefte dat was allemaal verkeerd geweest. Wat hij had gedacht eerder. En we kwamen daar terecht. En hij zei, we zijn het stenen tijdperk binnengelopen. Mm-hmm. Het was echt niet te geloven. Ja, het was het resultaat van de ontbinding van een maatschappij. Zwart geblakerd. Je zag het. Oké. Okay. Maar het interessantste was iets wat volkomen ongelooflijk toeval. En dat ik in een vlucht tussen Bangkok en Manila naast een van de vier kopstukken van de Khmer Rouge terecht kwam. Dat was Yeng Trit, de vrouw van Yeng Sari, dus minister van Buitenlandse Zaken, dus functioneerde die. En de schoonzus van Pol Pot. Want haar zus was getrouwd met Pol Pot. En dit, moet je je voorstellen. Dit waren de vier mensen die boven alles, die waren natuurlijk ook een onderdeel geweest van dat geval. En zij was de eerste Cambodjaan die een PhD haalde op een Franse universiteit. En was in Engelse literatuur en ze was in het onderwijs bezig geweest voor de val van Lon Nol, die na de bevrijding van de zogenaamde 1975 bevrijding van Pol Pot. Dus ik zit naast iemand en al heel gauw besefte ik wie dat was. Dat was een lang verhaal wat je niet mee gaat vervelen. Ik zei, je bent Yeng Trit. Ja, je hebt het al geraden. Wat ga je dan doen? Tussen Bangkok en Manila. Daarna gaat het vliegtuig door, na een uurtje naar Tokio. En daar moesten we allebei naartoe. Ik zit naast een aardige vrouw met een brilletje op. Een tante. Je kan je voorstellen dat je bij haar thee gaat drinken. Maar zij mocht wel. En het was ook een milieu waar zij uit voortkwam. Mm-hmm. Het was iemand die... Je zit naast iemand, dat is één van de vier mensen die worden genoemd in één adem met de grootste genocide ooit in Cambodja. Mm. En er zijn zeker 1,5 miljoen mensen zijn daar. Was het genocide? Niet opzettelijk. Mm-hmm. Ze zijn omgekomen door honger, door hard werken, door van alles en nog wat. Het was zeker niet de bedoeling om ze uit te roeien. Maar het was de bedoeling om iets volkomen nieuws te maken. Mm-hmm. En je zit naast iemand die daar een onderdeel van is geweest. En je denkt, dit kan niet helemaal. Ik gebruikte de tijd om, want wij, een aantal journalisten die steeds bezig waren met Cambodja, die hadden natuurlijk wel een idee van, maar er gebeurde zoveel, er waren zoveel witte plekken van in onze kennis. Dus ik probeerde zoveel mogelijk te vragen van dingen die ik op geen enkele andere manier te weten zou kunnen komen. En mijn collega's ook niet natuurlijk. En ik dacht natuurlijk, het moest je denken aan Hannah Arendt en met over Eichmann. The banality of evil. Mm-hmm. Hier zit je naast iemand die, zou je kunnen zeggen, die vertegenwoordigt het kwaad. Maar wat is dat? Iemand die ook op een bureaucratische manier te werk ging.
En iemand die, ja, kijk, het is een gewone iemand. Je kan het voorstellen dat bijna iedereen in staat zou zijn als die in zo'n situatie zit. En als die persoon het door wat dan, welke omstandigheden dan ook, het morele aspect van de eigen persoon heeft uitgeschakeld, om wat voor reden dan ook. Ja. Maar het is met heel erg veel mensen, ook in Nederland het geval, met wat we de afgelopen 3 jaar hebben meegemaakt. Ja. Het kan een heleboel mensen overkomen. De banaliteit van het kwaad. Ja, en daarom, want je vroeg wat kunnen we eraan doen? Daarom zeg ik terug naar lokaal en leven volgens je eigen idealen. Want dat is hetgene dat het tegenhoudt. Waar je het nu over hebt, dat ontwortelen, wordt op dit moment ook gedaan, alleen op een andere manier. Bij de Khmer Rouge ging het heel grof. Mensen de stad uitsturen, intellectuelen over de kling jagen, et cetera. Maar wat we nu zien is dat de intellectuelen juist de voorhoede moeten vormen van deze ideologie die mensen moet wijsmaken dat wij het probleem zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat we ons dus op allerlei manieren moeten beperken. Geboortebeperking, reisbeperking, levensbeperking, CO2-beperking, noem maar op. Ja, de hoger opgeleide. Ja. Hoger opgeleide en niet zozeer de intellectuele. Dat zijn twee verschillende categorieën. Ja, klopt. Dus de hoger opgeleide en daar, vandaar dat het deze coup juist via de universiteiten gaat. En wat kan je daartegen doen? Debatteren, argumenteren, constant laten zien. Gezond verstand cadeau geven aan alle hoogleraren. Dat is één manier. Echt het ontmaskeren van de totale leegte, de intellectuele leegte of de wetenschappelijke leegte op de universiteiten. Het zijn propagandamachines geworden. Ja. En dan klik je bijvoorbeeld bij Wageningen biodiversiteit aan. Dan krijg je een heel propagandaverhaal met pseudo-wetenschappelijke plaatjes. En dan vraag ik me af, wat is het dan? Ja. En welke stappen moeten we dan nemen? Ja. Welke eenheden en grootheden hebben we het over? Het is prietpraat. Nog eventjes over die ontwortelingsagenda. Ik heb het wel eens genoemd. Dus van als je kijkt naar, en voor de religieuzen, die zullen dat misschien niet eens zijn, maar ik zie de mens toch als een hoger zoogdier. Net als leeuwen, hyena's, dolfijnen, et cetera. En wat ik daarmee bedoel, die zoogdieren hebben complexe familiestructuren. Die gaan verder dan de family unit. Dus die leven allemaal in stammen of in gemeenschappen leven ze samen. Die hebben ook een soort cultuur, dialecten of talen. Zeker bij dolfijnen zie je dat. Dus er zit een programmering van een organisme is het individu. En dan hebben we de familie bij zoogdieren. En bij de hogere zoogdieren zit er dus ook een superfamilie. Die drie zijn primaire programma-stukjes of building blocks van hoe onze maatschappij is. En waar wij in mens in zijn geslaagd door cultuur, taal, traditie, religie, de natiestaat. Het zijn allemaal constructen eigenlijk die zelfbewustzijn. Die zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn geven. En veel, als je nou kijkt naar het fascisme, die heeft juist die vierde laag van organisatie gepakt om de mythe aan vast te plakken. Het socialisme of het communisme heeft gezegd van nee, we moeten ook daarvan af. Hè, de internationale, het wereldwijd communisme. En het lijkt er nu weer op dat al die lagen moeten worden aangevallen. Het ontwortelen van het individu met de genderideologie. Het extreme denken van beperking van geboortebeperking. Dus die familieunit wordt aangevallen. Het individu wordt aangevallen. De nazistaat wordt aangevallen. Als je nationalistisch bent, dan ben je al direct een nazi of een fascist. Dus weer krijgen we een aanval op al die lagen. Alleen veel verfijnder. Want er is al een bepaald beeld waar we naartoe moeten. En dat is wat ik noem de intensieve menshouderij. En dat is een beetje voortborduren op wat het communisme ook had. Ja, de wanhelft. Nou ja, de intensieve menshouderij gemodelleerd. Zoals de veearts een kudde zien. Ja. Ja, het is te gek voor woorden. Ja. Ja.
Ze zijn natuurlijk allemaal, hebben ze een steekje los daarboven. Ja, absoluut. En we moeten wel beseffen dat deze mensen, die functioneren niet zoals jij en ik. Nee. Bij ons is het gevaar ook natuurlijk altijd aanwezig dat er een steekje losgaat. Dat kan altijd. Ja. Maar dit is... en het heeft... Ik denk dat het moet praten over een morele dimensie die door dit alles heen loopt. En dat heeft, ik denk, Pieter Stuurman vaak genoeg te berde gebracht. En vaak genoeg genoemd in verschillende verbanden. Maar het is het loslaten van moreel besef. Ja. En dat loslaten van moreel besef kan met gebeuren door extremistische bewegingen. Want dan wordt het, zeg maar, dat zijn cults. En dan, ja, dan wordt de doelstelling van zo'n extremistische beweging, dat wordt alles heiligmakend, alles zaligmakend. Mm-hmm. En dat gaat voor alles heen. Ja. En dus het doel heiligt de middelen. En als je helemaal in die gedachte uitkomt, dat is een beetje hetzelfde als op het moment dat ik mijn ideologie aan jou op ga leggen. Dat is waar de duidelijke morele grens is. Als je kijkt naar wat bijna alle religies hebben. En religies zijn toch het middel om de maatschappij te binden. Over de duizenden jaren heen heb je allerlei soorten religies die in wezen dezelfde functie hadden. En dat wordt ook wel de golden rule genoemd. Do good, be good. Dus een actie is moreel als het goed is voor jouzelf en voor je omgeving. Ja, en kijk, je hebt natuurlijk in de wereldreligies, die houden zich bezig met zekerheden voor de maatschappij, om die maatschappij te binden ook. Ja. Het is een samenbindend middel. En hoe ze ontstaan zijn en geëvolueerd zijn, is dat heel duidelijk. En hebben een morele dimensie. Mm-hmm. En het is interessant om te zien dat die morele dimensie, die verschilt niet zoveel van de ene religie naar de andere. Het is niet dat ik me er nu over verbaas, maar ik word er altijd aan herinnerd als ik in Zuidoost-Azië ben. Ja. Ik ben minder bekend met moslimgebieden. Mm-hmm. Maar ook daar heb ik heel veel meegemaakt en gesproken met mensen waarvan ik denk, dit zijn dezelfde morele beginselen als waar we allemaal in geloven. Je merkt het als je veel reist als een journalist, dan de eerste persoon die je spreekt van het vliegveld naar je hotel is de taxichauffeur. En die taxichauffeur is je eerste informant. Mm-hmm. En die moet commentaar leveren op wat er op dit moment aan de hand is. Ja. Heel erg veel krantenverhalen vroeger. Nou, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, want dat soort journalistiek bestaat niet meer. Bijna niet meer. Mm-hmm. En maar heel vaak hoor je een morele uitspraak uit de mond van zo'n taxichauffeur over wat er aan de hand is. Mm-hmm. Het is echt een interessant iets. En als je gaat kijken naar het boeddhisme, dan het zit zo dicht bij het christendom wat betreft de morele waarden, de morele zekerheden. Ja, en dat heeft hiermee te maken. Hoe verhouden die organisatielagen zich tot elkaar? En op het moment dat je heel rijk bent en met technologie heel veel kan zenden en met heel veel mensen in contact staat, dan lijkt het alsof je die andere lagen kan loslaten. Omdat die persoonlijke feedback er niet meer is. Ja. Het yes-man effect. Ja. En dan kom je in een gremium uit, wat wij dan de elite noemen, die alle middelen hebben, dus die hoeven niet meer bezig te zijn met waar het eten vandaan komt of het leven van de ene op de andere dag. Die zijn vrijwel losgekoppeld van de realiteit, van de werkelijkheid. En dan kunnen dit soort ideeën eigenlijk voet krijgen. Ja, je hebt het over de regerende elite, de besturende elite. Dat is niet noodzakelijkerwijze de elite. Nee, er zitten nog een andere elite achter. Ja. Maar die hebben een laag nodig die dus zonder moreel besef, die dus niet alleen immoreel zijn, maar amoreel, dat uitvoeren waarvan zij zien dat het slecht voor iedereen is. Ja. Maar toch doen. Maar komt bij jou niet soms de vraag op? Want je hebt met heel erg veel mensen te maken. Ook met mensen waarvan je kan zeggen die komen uit een elite. Misschien een financiële elite, een zakenelite of een wat ook, intellectuele elite.
Komt het niet bij jou op soms de vraag waarom zo heel erg veel mensen die niet in de besturende elite zitten, want die hebben eigenlijk, dan denken ze zelf geen keuze, dat zij niet hun stem laten horen? Ja, dat vind ik dat een zij, hele... Dat ja. zij niet, dat er daar vandaan zoveel zwakte is, ja. zoveel ruggengraden die lijken allemaal van... van schuim te zijn gemaakt. Het lijkt nergens op. Nee. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Ja, nou dan kunnen we ook weer in drie categorieën of drie lagen opdelen. De Nederlander is van nature een volk dat het wel aankijkt. Dat was met de Tweede Wereldoorlog ook zo. We hebben geen weerstand geleverd. Het was het makkelijkste land te veroveren voor de Duitsers. En ook het makkelijkst om te bezetten, omdat wij fantastisch meewerkten. Dus dat zit ook een beetje in de volksaard. Ik bedoel, we zijn wel kritisch op van alles. Maar om nou offers te brengen, dat is nou niet echt iets voor de Nederlander. Dan kom je op de aard van waarom zijn mensen rijk? Omdat ze veel met zichzelf bezig zijn. En omdat ze dus andere dingen dan een moreel leven hebben verheven tot hun levensdoel. Dus zijn dat de mensen die natuurlijk in verzet zouden komen? Ander aspect daartegen zou dan zijn van ja, want ze zijn heel erg eigen gereid. Het zijn ondernemers, zij zijn meesters van hun eigen universum. En dan kom je bij het derde aspect, of de derde laag. Het doet nog niet genoeg pijn. Lang niet iedereen gelooft dat dit een coup is. Nee. Men is nog bezig met, kijk, nu hebben we de BBB, nu gaat de politiek wat veranderen. Er moeten dus dadelijk nog veel meer migranten zijn, er moet nog veel meer armoede zijn. In landen als Duitsland, dat is afgezakt naar een Tweede Wereldland, is dat al veel nijpender. Nederland doet het ten opzichte van de rest in Europa nog veel te goed. En dat maakt het heel moeilijk om dat abstracte begrip van die totalitaire staat die dadelijk jouw leven tot in de puntjes beheerst. Maar in dat Nederland. Is dadelijk, in Nederland. Dat is dadelijk, dat is nog niet nu. Mensen willen De verschrikkingen van de laatste 3 jaar bezetting door de COVID-coup willen ze zo snel mogelijk achter zich laten. Mensen die aan de verkeerde kant stonden, die willen helemaal niet spreken over dat ze de QR-code hebben gehandhaafd en dat ze 5 prikjes hebben gehaald. Ze willen er niks van weten. En dat besef, dat zit nog te weinig ook bij het verzet. En dat is misschien die vierde laag, halstarrige neiging in wat de Nederlander om fatsoenlijk te doen. Ja, nee, oké, ik zie datzelfde wat jij ziet. Maar stel je nou voor, je had het over One Health, zo zijn we begonnen. One Health heeft ook voor gezorgd dat een heleboel mensen hebben die boosters genomen en we weten wat de gevolgen zijn. Het is duidelijk gemaakt door mensen die inderdaad dit zijn gaan bestuderen als werkelijke wetenschappers en niet als mensen die in dienst stonden van een propagandistisch geheel. We weten dat in de eerstkomende 10 jaar gaan er heel veel immuunstelsels falen. Heel erg. Waar we nu echt op ons zouden moeten concentreren is, zijn er dingen in de natuur die op een of andere manier kunnen worden ingezet om die schade te verminderen. En ik begrijp dat daar dingen zijn. En daar wordt nu aandacht aan besteed. Maar heel erg veel mensen gaan straks overlijden. We krijgen straks een kolossale vermindering van onze eigen bevolking hierdoor. Als dat gebeurt. Denk jij dan dat er een rekenschap afleggen komt? Dan krijgen we de Wittaferelen, denk ik. Misschien niet in Nederland, maar in andere landen zullen er de verantwoord gehouden politici die als useful idiots dit beleid hebben gepropagandeerd, die zullen door de straten worden gesleept. Als de sterfte groot genoeg is, natuurlijk. We moeten echt af van de illusie dat wij beschaafd zijn. We zijn beschaafd omdat we het goed hebben. Nee, ik vind dat een... We beschaafd enzovoort. Nee, beschaving is niet een illusie. Nee, sorry. Denk jij? Want dat is wat... Kijk, dat zit in je hoofd als een toekomstbeeld. Dat idee dat er rekenschap afleggen komt.
Ja. Maar zou het kunnen zijn dat alles wat er straks gebeurt kan worden geweten aan een nieuwe uitbraak? De WHO is daar hard mee bezig met nieuwe pandemieën voor te bereiden. Hè? Dus dat alles wordt straks geweten aan een nieuwe pandemie. En alles wordt geweten aan wat dan ook bijzonderheden die niets te maken hebben met die spuitjes. Dan krijg je, dat zie je nu al, het idee van oversterfte is een woordje geworden wat eigenlijk een eufemisme is voor moord, massamoord. Mm-hmm. En dat is wat, zie jij iets anders? Op wat voor manier, en jullie zijn, Jeroen en jij, zijn het beste in Nederland, of en jullie behoren tot de mensen die dat het beste gezien hebben, hoe de rechtspraak, hè, dus de rechtspraak die dient voor rekenschap afleggen. Ja. Van misdaden en van wangedrag. Zie jij met die ervaring in gedachten, zie jij een afrekening? Nou, ook weer een paar lagen. Afrekening kan op drie manieren gebeuren. Een radicaal ander beleid. En dan laten we de daders zitten. Maar er wordt wel een andere koers gevaren. Een gewelddadige afrekening. Dat mensen te grazen worden genomen. Gebeurt dat? Nou ja, dat denk ik niet en dat hoop ik ook niet. Want dat zou ook een verlies van onze beschaving zijn en van onze idealen. Of wat in Zuid-Afrika bijvoorbeeld is gebeurd met de reconciliation, hè, de verzoeningsproces. Nou, maar dit gaat over iets zoveel. Ja, maar daar werkt ook iedereen eraan mee, hè? Ja, maar dus, het was. Nee, maar wacht even. Maar dat was natuurlijk. Die hele apartheid was verschrikkelijk. En werkelijk afschuwelijk. Maar het is iets anders dan wat we nu. Absoluut is het iets anders. En dit is veel, veel allesomvattender. En het zal dus heel moeilijk zijn om de verantwoordelijke te stellen. Want dan moet je een derde van de bevolking opsluiten. Ja, precies. Daar gaat het om. Misschien maar zo'n 20% die toch echt vrij actief heeft meegewerkt tegen beter weten in. Ja. En je noemde net moord. Ja. Ja, voor moord is er ook wel intentie nodig. Dat je in ieder geval weet dat jouw actie leidt tot het verlies van leven. En dan heb je nog doodslag en voorbedachte raden. Allemaal van dat soort dingen. En dan komen we bij die prikjes. Ik denk dat de meeste artsen dat niet weten. En het niet willen weten. En dus dat zijn niet zij willen weten is onverantwoordelijk. Tuurlijk. Maar waarom wij nu nog steeds blijven procederen tegen de gezondheidsraad bijvoorbeeld. Dat is de last line of defense. Als die valt, dan valt het beleid aan de ene kant, maar ook al die artsen die moeten kleur bekennen, zeggen, oh ja, ik heb ze gewoon gevolgd. Ja, waarom? Je had ook je eigen werk kunnen doen. Zo moeilijk was het niet om te zien dat het experimenteel is, dat het niet nodig was, dat het gevaarlijk is, dat het gentherapie is, et cetera, et cetera. Het is gewoon vrij makkelijk te vinden. Maar omdat er een groepje aangewezen experts zegt, nee, dat is niet zo, want dit en dit en dit, ontsla je jezelf van alle verantwoordelijkheid. Ja. Ja, dat is een hele bijzondere gedraging. En nu is voor veel mensen duidelijk geworden, hoe heeft dat kunnen gebeuren in de Tweede Wereldoorlog? Dat mensen zo van hun verantwoordelijkheid wegriepen. Inclusief de rechtspraak. De rechtspraak heeft een hele schandalige rol gespeeld in die Tweede Wereldoorlog. De zwarte bladzijden. Ze hebben er een heel mooie pagina op hun eigen website van gemaakt. Maar ze doen het nu weer. Ja. Ze zijn essentieel om dit beleid te faciliteren. Ja. En hoe krijg je daar verandering in? Ja, het wordt een mix, ben ik bang. Hè? Dus er worden zwarte schapen aangewezen en die worden gestraft. Zonder boeken. Maar dat zijn de uitvoerders en niet de architecten. We gaan een andere koers varen en er moet iets van verzoening komen. En alle drie die aspecten, die zullen een bepaalde plek krijgen in de maatschappij. Maar daar zijn we echt nog lang niet. Dit is een verhaal van de lange adem. We zijn nu pas. Hè, vorig jaar was het kantelpunt van, oké, ze moeten de bedreigingen en opsluitingen staken, omdat er dan burgeroorlog komt. Het truckerprotest in Canada was een mooi voorbeeld van, dat was buigen of barsten. En toen zijn ze de strategische terugtrekking gaan doen. Ja. Om te kijken,
kunnen we dan al het klimaatverhaal doen? Of kunnen we nog een keer de volgende winter doen? Nou, dat lukte niet. En nu zijn we in een volgende fase, namelijk dat ze ook de terugtocht moeten afkondigen over die prikjes. Zij moeten zo snel mogelijk van die prikjes af. Het verhaal tussen Pfizer en de Europese Commissie is nu, jullie nemen de prikjes niet meer, maar jullie moeten nog wel betalen. Ja, ja. Maar dat is al een heel grote stap vooruit. Die prikjes worden dus niet meer geleverd. Ja. Dus er is geen intentie meer om door te prikken. Ook wat ik begrepen heb, in Nederland wordt er heel weinig boosters. Dat prikverhaal is mislukt. Ja. En ik denk niet dat het primaire doel was om mensen te vermoorden. Ik denk dat het primaire doel was om mensen onder controle te brengen, toegang te krijgen tot ons lichaam, tot onze medische data. Misschien zelfs gedragsverandering, dan voornamelijk gericht op het adrenalinesysteem, dus agressie onderdrukken en onvruchtbaarheid opwekken. En ja. Want dat zijn veel humanere manieren. Nee, onvruchtbaarheid opwekken is net zo erg. Tuurlijk, wat je het zegt, valt onder genocide. Dat is de eugenetica agenda. Ja? Ook van het hele Rockefeller gebeuren. Ja? Dat is, zit er dwars doorheen geweven. Maar we wisten dit al. En ik weet, hebben die uitzending nog ergens staan met Wolfgang Wodarg. Ja. Een van de artsen uit Duitsland. Ja, die er een Mexicaanse griep ook al bij was. En heel sterk heeft gevochten daartoe van. Die kwam toen al met het verhaal van, let op. Ja. Deze prikjes veroorzaken de verstoring van het syncytium. Dat is nodig voor de nesteling van de embryo. Mm-hmm. Dus als je dat verstoort, dan kan je ervan uitgaan dat je een bepaalde onvruchtbaarheid opwekt. En het, ja, alles lijkt erop dat hij daar helemaal gelijk in gaat krijgen. Dus het is ook heel bijzonder dat mensen onder de angst van straf, pijn, et cetera, alles willen geloven. Van, nee, die prikjes zijn veilig. Oké, geef dan maar. Terwijl de informatie er was. Dat is iets waar we natuurlijk allebei heel erg veel over hebben geschreven en gepraat. Maar het is die eugenetica aspect van het geheel, mm-hmm, zal in het eind, denk ik, het allerbelangrijkste worden. En dat is verschrikkelijk. Ja. Maar er is wel iets om rekening mee te houden. Wat ze absoluut willen doen, dat is nog niet met deze golf van testen en prikken, maar wel de infrastructuur die erachter zit, is gewoon om te kijken wat is de compatibiliteit met Neuralink, om maar een voorbeeld te geven. Als je chips in dieren implanteert, sommige dieren kunnen dat niet trekken. Dus dit is één groot experiment. En het staat ook gewoon in de nummers van de clinical trials, ook gewoon open en bloot, staat er real world data. Mm. Er wordt de data gebruikt door de farmaceuten die ze krijgen. Israël is daar heel open mee geweest. Daar was de minister van Volksgezondheid stond op te scheppen. Ja. De deal met Pfizer, dat hij alle medische data van de laatste 30 jaar aan Pfizer had gegeven. Ja. Maar dit gebeurt overal. Nou, nee, maar oké, dat is zwaar. Maar ik wilde eigenlijk eindigen met iets wat toch, kijk, ik heb wat optimisme in de pagina's van Gezond Verstand weten te verwerken de laatste maanden, de laatste half jaar, de laatste 7-9 maanden. Mm-hmm. Een van die dingen is dat wereldwijd kan het niet meer, vanwege de manier waarop, het is een lang verhaal natuurlijk, maar waarop een groot deel van Azië en Afrika duidelijk hebben gemaakt, wij doen niet mee. Het hele Eurasiatische kan het bijna. De laatste maanden Zuid-Amerika en Midden-Oosten ook. Ja. En dat is één ding. Ook dat er een besef is gekomen van hoe ernstig het is met die prikken. Poetin heeft ze illegal verklaard. Alles moet weg. Alles moet vernietigd worden. Ook al zitten daar dingen bij die niet zo onschadelijk lijken te zijn, omdat ze niet op die hele mRNA-ding zijn gebaseerd. Maar dat er onderzoek komt, werkelijk onderzoek, werkelijke wetenschap tot stand komt, en dat iedereen moet gaan proberen te stimuleren van werkelijk onderzoek van de mogelijke antimiddelen die er wel zijn en wel zouden moeten zijn, tot op zekere hoogte. En dat is iets waar jij en ik ook, denk ik,
aandacht aan moeten gaan geven. Ja, ik ben daar echt tot een paar maanden geleden ben ik daar heel terughoudend in geweest. En nu durf ik te zeggen, omdat er redelijk wat publicaties zijn. Nattokinase, nou, het natto ken je. Ja. Je bent bekend met Japan. Ja. Dat heeft dus een enzym dat de spike afbreekt. Ja. Bromelain, dat is een stofje, een enzym uit ananas, die ik ook nog wel eens in het laboratorium heb geïsoleerd. Naaldeteen, dat is een soort van, ik ben de naam vergeten van het gen. Dus er zijn heel veel zachte methoden waar je geen farmacie voor nodig hebt, waar je geen dokter voor nodig hebt, die je kan gebruiken als demping van de effecten, want het lichaam over de jaren heen zal nog een heel stuk kunnen herstellen. Daar ben ik echt van overtuigd. Als je maar 2 prikken hebt gehad en je bent nu nog niet dood, dan heb je grote kans dat je daar helemaal weer bovenop komt als je gezond gaat leven. Je moet er wel naar leven en nooit meer zo'n prik nemen. Dankjewel. Het was een heel groot plezier om met je te praten. Willem, en ik hoop dat jullie verder kunnen gaan met rechtszaken toch nog wel. We hebben er nog iets van 4 of 5 op de plank staan. En 1 daarvan is tegen de ING. En dan hopen we natuurlijk dat we daarna weer gewoon normaal door kunnen. Maar en doe de groet aan Jeroen. Ik heb heel groot, echt groot respect voor jullie allebei. Dankjewel. Allright.